Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. Yo. You bring the buckets, I bring the refreshments. And stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, het is maandag en ik heb vandaag weer voor de eerste dag weer gewerkt. De week is weer begonnen. En het is nu afwachten op het aankomende weekendje dat ik lekker weg ga. Ik heb er echt heel veel zin in. En vrijdag ga ik weg. Waar ik naartoe ga, nog steeds een geheim. Nog steeds een geheim. Ik ga het nog steeds niet vertellen waar ik naartoe ga. Ramon gaat mee, moeder gaat mee. En het wordt hartstikke gezellig. Nou, even het weekend ook doornemen. Weekend was weer grandioos. Natuurlijk zaterdag naar Efteling geweest. Met Kevin en met Ramon. Was super gezellig, super tof. Hartstikke leuk. Gisteren naar Feyenoord geweest met Vincent en Tessa. Allemaal hartstikke gaaf, hartstikke leuk. Dan moet ik even goed verzinnen, want ik had nog twee dingen wat ik wou vertellen. Het eerste in ieder geval is dat, dat staat niet op de film. Maar ik ging in de rust, ging ik even een colaatje halen. Ik moest naar de wc en ik wou even een colaatje halen. En ik had eigenlijk 1 muntje meegenomen voor de cola. Maar ik had nog 2 muntjes had ik bij me. Dus ik denk, nou, al was het eigenlijk niet zo slim geweest. Ik had eigenlijk gelijk even terug moeten lopen. Of ik had gelijk ze allebei mee moeten nemen. Dat ik niet heen en weer hoeven lopen. Dus ik had even een colaatje gepakt. Ging terug naar mijn vak. Heb het tweede muntje gepakt. En toen ben ik weer teruggegaan. En toen kwam ik bij de snackding kwam ik aan. Snackkraampje. En toen was ik aan de beurt. Ik zei, nou, doe mij maar een lekker broodje kroketje. Ja, lekker toch, lekker broodje kroket. Broodje bij Giel Kramer. Ik vind het lekker. Dus ik een broodje, ik wil een broodje kroket halen. En die vrouw die zegt, joh, we hebben er nog maar eentje. Nou, het zag er niet uit, echt waar. Die was helemaal, ik weet niet, voor mij als het erop gestaan of zo. Want dat was helemaal plat, helemaal ingedeukt. Het zag er niet uit. Ik zeg, zei ze van, vind je erg dat die het dan is? Ik zeg, nee, ik zeg, die mod ik niet. Dat ga ik niet op zitten eten. Dat ziet er niet uit. Ik zeg, nou, doe me dan maar een broodje frikandel. Dus ik met mijn broodje frikandel weer teruggelopen, mayonaise erbij, ketchup erbij. En toen kwam ik terug in mijn vak en stond ik weer met die twee vriezen, stond ik weer even te kletsen. Jullie hebben ze al een keer gezien in de vlog natuurlijk. En ik zeg, krijg je nou wat joh? Aan de ene hand had ik mijn boterham of mijn broodje frikandel. Ik zeg, hè? En ik had het in mijn andere hand. Had ik het muntje nog. Dus ik heb gewoon een gratis broodje frikandel gehad. Ze hebben helemaal niet gevraagd. Van joh, een muntje. En ik had het muntje gewoon nog dus. Ik heb van Feyenoord. Ik heb van Feyenoord. Heb ik een gratis broodje frikandel gehad. Nou jongens, hartstikke bedankt Feyenoord. Hij was hartstikke lekker. Bedankt voor het gratis broodje. Ja. Moet je maar beter opletten. Ik zei ook al tegen Vincent van ja, hell to the no dat ik nog terug ga. Ja, dan hadden ze maar beter op moeten letten. Als ze maar wat slimmer moeten wezen. Dus, lekker gratis broodje gehad. Lekker hoor. Dus, dat ging allemaal wel hartstikke goed.
Nou, na afloop zijn we terug naar de auto gelopen. En toen werd ik gebeld door mijn moeder met slecht nieuws. Mijn zus en mijn zwager waren afgelopen week naar Slagharen geweest. En ongeveer een minuut of vijf bij hun huis vandaan. Ze waren bijna thuis. Hebben ze een ongeluk gehad met een auto, een mobilist die niet oplette. En die is vol tegen mijn zwager en mijn zus aangereden. Nou, mijn zwager's auto, of nou ja, eigenlijk mijn zus en mijn zwager's auto, totaal los. En mijn zus die is nog meegenomen met de ambulance. Voor controle. Ze had klachten, ze had last van de borstbeen. Dat is gekneusd. En ja, nog flink op blauwe plekken. En ja, de auto is totaal los. En echt een vervelend, een drama. Nou, vervelend, gewoon een drama. Einde van een leuke week naar Slagharen. Voor mijn zwager en mijn zus. Dus ja, ontzettend balen. In ieder geval gelukkig dat er geen gewonden verder zijn. Ja, mijn zus dan. Maar niet, geen ernstige gewonden gelukkig. Maar toch, het is toch echt balen. Ja, dat je zo'n leuke week hebt en dan bijna thuis bent. Dus ze moesten echt nog vijf minuutjes moesten ze rijden of zo. En ja, dan krijg je zo in één keer krijg je zo een ongeluk met een ongeluk te maken. Maar ja, het stond nog op de Zeeland nieuws. Zag ik nog een paar foto's van. Ik heb geen zin om dat te plaatsen allemaal, want het is al erg genoeg. Ik vind het echt niet leuk. Ik baal er ook verschrikkelijk van. Dus mijn zus en mijn zwager zitten momenteel even zonder auto. Ze hadden nou voor mij weer een, oh nee, ze hadden nou weer een auto geleend. Ik heb mijn zus net nog even aan de telefoon gehad. En ja, gewoon balen. Verschrikkelijk nieuws. Kloten dat zoiets gebeurt. Dus ja, sterkte zus met het herstel. Ik hoop dat je snel van de blauwe plekken af bent en dat de kneuzing voorbij is. Want ja, het zijn allemaal geen leuke dingen allemaal. Nou, ik ga het zo nog heel eventjes computeren. Het is al 11 uur al. Ik heb nog maar een uurtje. Dus ik ga zo nog even de computer eventjes, ga ik nog eventjes... ik weet nog niet wat ik ga doen, Planet Coaster, of misschien ga ik nog wel een filmpje kijken. Ik zie het nog wel, wat ik ga doen. Inmiddels, ja, jullie hebben hem al gezien, maar hij staat in de rendering. De Feyenoord, nee, niet de Feyenoord, de Efteling vlog. De Efteling vlog ben ik mee bezig. Die staat nu te renderen, staat op 19%. Dus die staat nu klaar. Ik ben qua editen... Ben ik aardig bij je. Ik heb de afgelopen 2-3 dagen ben ik volop aan de edit gegaan. En ik moet alleen nog de Feyenoord vlog doen en deze vlog. En dan ben ik weer helemaal bij qua editen van video's. Dus dat is wel lekker. Weinig werk dadelijk als ik helemaal bij ben. Dus dat is wel lekker. Ik ben lekker op tijd. Ik ben lekker de afgelopen 3 dagen bezig geweest. Ik ben natuurlijk ook heel veel weg geweest. Dat ook nog. Maar ik heb wel de tijd gehad om ook te editen. Ondanks het drukke, ja, drukke weekend. Maar ja, het was wel ontzettend leuk. En ja, ik vond het Novemberfest vond ik een beetje tegenvallen van Jurgen. Niet vanwege Jurgen zelf, want Jurgen is altijd gewoon perfecte mundo. Echt gewoon super. Echt geen kwaad woord over Jurgen. Maar het publiek wat er zat. Jeetje zeg, wat een verschrikkelijk publiek was dat. Er zat helemaal geen sfeer in. Ik had al een paar keer gezegd tegen Vin, of tegen, ik had al een paar keer gezegd tegen Kevin en tegen Ramon van goh. Normaal hadden we al 3 Polonaises
En ja, heel veel feest gehad. Maar het was een beetje dode boel. Ja, het is overdag ook. En ook trek het overdag natuurlijk andere mensen aan. Niet het uitgaans publiek, maar meer met gezinnen, met kinderen en zo. Dus de sfeer was heel erg mat. Ik vind het echt heel erg jammer voor Jurgen. Want Jurgen die verdient gewoon... ja, die verdient gewoon een leuke stampende zaal met ja, toeschouwers, publiek, wat lekker meedoet en zo. En ik vond het echt wel een beetje, ja, een beetje kloten voor Jurgen. Dat hij zo, ja, hij probeerde er nog sfeer in te brengen. Aan ons hebben het in ieder geval niet gelegen. Wij hebben nog lekker even meegedaan, Kevin en ik en de anderen. En ja, ik vond het wel jammer. Het is toch een ander soort sfeer dan tijdens de Negenpleinenfestijnen. Dat is wel heel erg jammer. Dus, maar ja, er is helaas niks aan te doen. In ieder geval, volgend jaar met de zomer, dan ben ik zeker weten weer op het Negenpleinenfestijn. Dus ja, ik ga het zeker weten weer vlogs maken van de Efteling dan. En natuurlijk komt er met de Winter Efteling, komen er ook nog vlogs aan. Dus zeker te weten, jullie voelen hem alweer hangen. Blijf geabonneerd op mijn kanaal en dan komt alles goed. Dus, abonneer op mijn kanaal jongens en doe het duimpje even de lucht in voor deze video. Als je geabonneerd bent, druk op het belletje en druk op de V van notificaties aan. Dan word je altijd op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ja, ik kan alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant, ik ga hem neerleggen. Ik ga nog even computer hier aan deze kant en dan ga ik dadelijk weer naar bed toe, want ik moet morgen weer vroeg op. Morgen weer werken. Dus ja, ik zou zeggen, iedereen de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal weer snel weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, allemaal de groeten en ik zie jullie allemaal wel weer. Bye bye. Yep.